Ja, ik heb een mijn tweede gast is er. Dat is dokter John Codrington. En we gaan een beetje praten over afgelopen anderhalf jaar, bijna twee jaar rijkom, met het COVID. Hoe gaat het met u, dokter? Mijn eerste vraag is van, hoe heeft u eigenlijk, we praten dus vanaf 13 maart 2020, is het eerste geval van COVID geregistreerd in Suriname. En we zitten dus nu bijna iets meer dan anderhalf jaar verder. Maar uw persoonlijke ervaring, hoe is het bij u allemaal overgekomen? Nou, ik heb het vaker gezegd. COVID heeft mij verrast. Ik had niet gedacht dat we zo lang met het virus zouden bezig zouden zijn. Niet wetenschappelijk, niet in het ziekenhuis, niet in die samenleving. Ik heb mijn ervaringen met natuurlijk andere virussen. HIV is nog steeds natuurlijk een issue, maar je hoort er eigenlijk ook niet echt een hele commotie rondom HIV. We hebben Zika gehad, we hebben Chikungunya gehad, we kennen dingen in Suriname. En ik moet zeggen, ik had ook gedacht, net zoals de vorige virussen, zoals Zika en Chikungunya, het waren ook virussen die nieuw waren voor de wereld. En na een aantal maanden, 4 tot 6 maanden, was het overal een beetje weer teruggegaan. En hetzelfde dacht ik van COVID, van het gaat om 6 maanden bezighouden. En we zijn nog steeds bezig met COVID. Ik kan me herinneren, ik geloof ik in 2016, u was hier in mijn programma en u had toen ook gezegd van over een jaar praat niemand meer over Chikungunya. Ja, dat klopt. En we praten nu weer over Chikungunya vandaag aan de dag. Dat klopt, dus die voorspelling van mij was bewaarheid geworden. Waterdicht. Maar ik had dus ook wat COVID betreft, moet ik zeggen, dat is voor mij wel een verrassing geweest. En ja, misschien ook vanwege het feit dat het is een virus, maar het is toch een ander soortig virus. Bij de andere virussen had je een gastheer nodig. Weet je, dan had je die muskiet nodig. En nu is het een virus wat gewoon gaat van mens tot mens direct. En dat is waarschijnlijk de kracht geweest, of het vervelende geweest van COVID-19. Dus ik zou eerder denken dus dat omdat ik elke dag gestoken word door muskieten, dat juist dat met die muskieten juist door zou moeten gaan. Nee, omdat u weet, het muskieten heb je is ook niet het hele jaar door heel ernstig last van. Hun echte broedtijd is wanneer de regen nadert. Het zijn hele efficiënte wezens die niet zomaar, pas wanneer ze weten dat ze zich kunnen vermenigvuldigen, willen ze dat doen. We zien het met andere virusziektes ook die via muskieten worden overgedragen, dat ze gewoon episodes hebben. Om de zoveel jaren verschijnen ze weer. Omdat het ook zo is dat de mens zelf ook, op een gegeven moment maak je ook antistoffen die je ook beschermen tegen ziektes als dengue, chikungunya. Maar de kracht van het griepvirus is geweest, de potentie die het heeft om zich te veranderen. Maar de snelheid waarmee het verandert is gigantisch geweest. En de snelheid waarmee het zich verandert, waarom zou dat een probleem zijn? Nee, als iets zich snel verandert, kan het ook zich snel aanpassen en langer blijven leven. Dus dat is wat we met COVID zien. Wat ze noemen de mutatie drive of drang is heel groot. Dus wanneer je denkt dat je hem te pakken hebt, dan verandert hij. En dat is dus niet het geval geweest met Zika en Chikungunya. Je had wel wat verschillen hoor. Dus het is niet zo dat virussen muteren over het algemeen wel. Maar de snelheid waarmee is dus per virus een beetje anders. We hebben dokter Codrington vandaag. En we praten over het COVID en hoe het allemaal in elkaar zit. Dokter Codrington, we hebben het afgelopen anderhalf jaar hebben we gekend lockdown, total lockdown, partiële lockdown, mondkap en ga zo maar door. Wat is uw mening
Dus overal van die maatregelen waren ze goed, waren ze minder goed. En als je zegt dat ze goed waren, waarom waren ze goed? En als je zegt dat ze minder goed waren, dan moet je dus ook een verklaring geven daar. Nou, ik denk niet dat we over al die maatregelen nu echt puntsgewijs kunnen praten, want dan zijn we nog tot volgende week bezig, denk ik. Bedoel, er zijn ook bordelen gesloten. Dat is dus ook een maatregel. En als u me vraagt van, vind ik dat goed? Dan zeg ik ja. Omdat we weten dat COVID verspreid wordt van mens tot mens. Toch? COVID etaleert eigenlijk een beetje het menselijk gedrag. Als mensen elkaar niet ontmoeten, dan kan COVID ook zijn werk niet doen. En we weten dat bij de bordelen het vaak gaat om veelvuldige contacten van één persoon met meerdere mannen of één man met meerdere mannen of noem maar op. Dus ik dacht dat, je ziet ook internationaal, dat men die maatregel dus heeft getroffen. Maar zo zijn er nog, als we praten over lockdown, het is een heel bekende term geworden. Iedereen kent het woord lockdown, het wordt in liedjes bezongen, lockdown, lockdown. Dan zeg ik, een total lockdown bestaat eigenlijk niet, hè? Want die term wordt wel gebruikt, maar bij iedere lockdown heeft men wel uitzonderingen gemaakt. Je kan geen lockdown hebben. Een total lockdown betekent dat iedereen zou moeten blijven staan en zitten waar ze zijn. Je zou in je huis moeten blijven. Maar dat kan niet aan ieder, want de mensen die in de ziekenhuizen liggen, die moeten verpleegd worden. Je elektriciteit moet door kunnen gaan. Dat is geen robot die dat doet. En daardoor is de term total lockdown eigenlijk niet een gepaste term, want een total lockdown bestaat niet. Het is altijd partieel geweest. En daarin zijn er een aantal dingen waarvan ik dus op een gegeven moment ook zeg van nou, ik ben geen voorstander geweest van het sluiten van de scholen. Om een aantal redenen. De kinderen, daarvan was al duidelijk, eigenlijk voor aanvang van de pandemie, dat kinderen niet zo ernstig aangedaan zouden worden. Maar we zien het, we hebben bijna anderhalf jaar tot twee schooljaren hebben we verknald. En dat haal je nooit meer in. Menselijke ontwikkelingen. Je krijgt geen ruimte om dat meer in te halen. Als je nu een jaar besluit om niets te doen, is een jaar verloren. En er is geen enkel inhalen. En ik ben dus geen voorstander geweest van scholen. Je hebt die samenleving achtergehouden, je hebt de toekomst van het land achtergehouden. Maar er zijn dan weer, ik zeg dit, de bordelen vond ik goed. Horeca, deels zoals het was uitgevoerd, was in principe tot op bepaalde mate, en zeker in het begin van de pandemie, waar we niet zoveel wisten over hoe het zich verspreidde, vond ik goed. Maar aan de andere kant, naarmate je gaat en je leert hoe het virus zich werkelijk verspreidt, naar de mensen dus die regels moeten aanpassen. En daarin zijn we dus als land niet zo sterk. We passen niet aan op basis van wat wij zelf onderzoeken, maar we hebben aangepast op basis van wat andere landen doen. En we zijn vergeten dat wij geen Nederland zijn, we zijn ook geen Amerika en we zijn ook geen Brazilië. We kunnen wel leren van ze, maar ik vind dat te veel is overgenomen zonder dat men gekeken heeft naar de Surinaamse samenleving zelf. Dus ja, het was noodzakelijk, dat sowieso. Ik zal niet zeggen, nee, lockdown was niet noodzakelijk. Het is de manier waarop je een pandemie te lijf gaat. Daar zien we dus ook in de geschiedenis van al die geweldige pandemieën die de wereld heeft gekend, heeft men dus ook kunnen aantonen, proefondervindelijk, dat het tot stand brengen van verschillende bepaalde activiteiten, en zeker als het gaat om de mens-tot-mens activiteiten, transport, zorg ervoor dat niet te veel mensen meer van je openbaar vervoer gebruik maken, dat het in de geschiedenis heeft geholpen. Dus voor mij, ja, is het logisch dat we daarna hebben gekeken.
Ja, maar je hebt bijvoorbeeld, het verschil met de vorige pandemies in de wereld is dat, dat degenen die geïnfecteerd zijn, die gingen in een quarantaine. Maar wat we dus nu zien is dat, niet alleen in Suriname, hè, dat je gezonde mensen in een quarantaine zet. Dus dat is heel nieuw. Nee, maar dat is niet zo. In Suriname werden alleen maar de geïnfecteerden in quarantaine gezet. Toch? En dan keek je dus naar... Ik praat over die lockdown hier. Dat we allemaal in een lockdown zijn. Ik wil dat corrigeren. Ja, maar lockdown is niet quarantaine is quarantaine. Ja, duidelijk zijn. Wat is quarantaine, wat is lockdown? Mm-hmm. Lockdown had een bepaald doel. Omdat men weet van, als je de interactie tussen mensen vermindert, en daarom zijn alle landen, hebben al gezegd, er komen geen vliegtuigen meer binnen. Dat was de eerste op basis van een zekere angst. En wat betekende dat? Dus geen quarantaine, maar zorgen dat het menselijk verkeer een beetje gelimiteerd werd. In Suriname hadden we ook bijvoorbeeld kunnen kiezen om te zeggen, we gaan alle districten, gaan we grensposten zetten. En mensen gaan niet van het ene district in het andere. Daar is niet voor gekozen. Maar daar zou je ook wel wat van kunnen zeggen. Ja, ja. Want we hebben dus in het begin van de pandemie gezien dat bijvoorbeeld in plekken als Nikeri er geen COVID-uitbraak was. Het kwam nauwelijks voor coronieken, geen gevallen. Dus de vraag is natuurlijk, moet je dan die coronianen gaan beschermen? En zeggen van, nee, maar iemand uit de stad kan het daar naartoe brengen. Dat zijn allemaal van die dingen waar je zou je kunnen zeggen, ja, misschien zou dat het beste zijn. Maar ik kreeg wel het gevoel van dat, dus doordat je lockdown kreeg, heb je dus dat, ik zeg maar iets, om 8 uur tot 8 uur, dat je dus, de mensen rennen juist naar die supermarkt, om zoveel mogelijk dingen te verzamelen, te kopen, waardoor je juist een populatie kreeg dat je eigenlijk in eerste instantie dus niet wilde hebben. Ik ben het met u eens. Een aantal van die maatregelen, daar noemen we avondklok, toch? Dat mensen tot een bepaalde tijd maar op straat zouden kunnen zijn. Achteraf gezien zou het kunnen zijn dat het toch niet zo goed heeft uitgepakt. De bedoeling was goed. Toch? Zorg ervoor dat mensen even pas op de plaats maken om zodoende het virus aan te pakken. Maar de uitvoering was slecht. Dus het is niet zozeer lockdown wat het probleem is geweest. De manier waarop we onze lockdown hebben uitgevoerd schijnt toch in de praktijk minder efficiënt te zijn geweest. Ja, ja. Oké. Bent u gevaccineerd? Ik ben volledig gevaccineerd. Waarom bent u gevaccineerd? Ik ben gevaccineerd omdat ik voor mezelf weet dat mensen die hoge bloeddruk hebben, en dat heb ik, mensen die overgewicht hebben, en dat ben ik. Ik weeg bijna 130 kilo en ik zou 100 moeten zijn. Dus ik heb overgewicht. Ik ben boven de 60. Dat zijn de mensen die we in het ziekenhuis hebben gezien. Mensen met diabetes, maar ik heb geen suikerziekte. Maar als je dus 5 dingen opnoemde, dan heb ik 3 van de 5. En op basis van het feit dat ik een risk analysis heb gemaakt, een risicoanalyse, heb ik gezegd, weet je, het lijkt mij wel veilig om te gaan voor een vaccinatie. Dus ik heb ook al mijn kennissen die in die tot die categorie behoorden, heb ik gezegd van, let's do it, want ik denk wel degelijk, ook als, laten we zeggen, virusdeskundige, hoe dat werkt, ik ben geen immunoloog, ja, want dat zijn de mensen die weten hoe dat gaat met weerstand en zo, maar goed, ik weet daar het ene en ander van. Het lichaam moet gewoon een bepaalde weerstand gaan opbouwen tegen een bepaalde ziekte om het aan te kunnen. En vooral als het een hele nieuwe ziekte is, dan kan het hele desastreuze gevolgen hebben op het lichaam. Dus puur op basis van klinische gronden heb ik voor mezelf gezegd, ik denk dat het goed is dat ik me laat vaccineren. Moeten we allemaal ons laten vaccineren? Nee, ik ga het nog een keer zeggen, op basis van de risico die je loopt, moet je wel een besluit kunnen nemen. Dus ik adviseer mensen niet wat ze moeten doen. Wat ik doe, ik kijk naar mensen waarvan ik bedoel, als ik in het ziekenhuis rondloop, ik werk in het ziekenhuis, dat weet u, en ik zie de mensen die ze binnenbrengen, daar is het één grote dikke kikker
Toch? En, maar niet negatief. Ja, 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 ja. Maar iemand die, als je dan zij aanzicht van die man bekijkt, dat man beer biggie drie maal aan man stien servi. En dat waren de mensen die ook dood gingen. Ook simpelweg, omdat die mensen, je moet ze gaan keren. Hè? Dus als ze hebben last van hun longen, dus ze hebben sowieso COVID, dan moet een verpleegkundige dat gewicht van 130 kilo, toch, ja, om de zoveel tijd op zijn zij zitten. Dat is mijn wering. Toch? En dat betekent dat het niet alleen is omdat je dik bent, maar omdat die mensen die je moeten helpen, op een gegeven moment ook niet meer kunnen. Dus if je fatu, morgen bittere, dus je kan twee dingen doen. Je kan ook zeggen, probeer die 130 kilo binnen 2 weken of binnen 2 maanden te brengen naar 100. Maar je weet dat dat een onmogelijkheid is. En om te voorkomen dat je in die periode toch COVID krijgt, zeg ik van, laat je dan vaccineren. Dus, maar er zijn ook mensen waarbij ik zeg van, als ik kijk naar topatleten, je kijkt naar de NBA, je kijkt naar de voetballers. Er zijn een heleboel mensen die COVID hebben gehad. En als ze goede sporters zijn en in een goede lichamelijke conditie, dan krijgen ze het, maar ze gaan er niet aan dood. U bent volledig gevaccineerd. Dat betekent dat u geen COVID gaat krijgen? Ik denk dat u mijn geschiedenis kent, dus misschien kunnen we een open vraag stellen in deze. Heeft u COVID gekregen? Ik had u al verteld in een vorig gesprek. Ik ben volledig gevaccineerd geweest. En ik heb, ondanks het feit dat ik volledig gevaccineerd ben geweest, heb ik 2 maanden na mijn laatste vaccinatie, heb ik COVID opgelopen. In een vrij milde vorm. Ik heb niet eens moeten liggen. Ik had alleen maar wat lichaamspijnen. En mijn geur was plotseling weg. Dus ik weet ook niet hoe en waar ik het heb opgelopen. Maar dat is ook niet zo belangrijk, denk ik. Ik vind het wel belangrijk om te weten, hoor. Zodat ik andere mensen kan adviseren van, hey boy, ik heb dat en dat gedaan. En dat ben je wel een risico. Nee, een vaccinatie zou je, en waarom ik mensen zou zeggen om het te nemen, is, indien je behoort tot een risicogroep, dan denk ik, toch? Dat het verstandig is. En dan zijn de data daar, dat de kans klein is, of kleiner wordt, dat je het overleeft. Het is nog steeds niet nul. Toch? En als ik naar mezelf kijk, dan zeg ik van, eigenlijk ben ik blij dat het zo gegaan is. Want ik ga ervan uit dat ik ook niet meer geboosterd hoef te worden. Want ik heb een natuurlijke booster gehad. Ja, ja. En dan kun je dus ook een booster met een opgeheven hoofd, kun je zeggen, hey, laat het komen, want ik denk dat ik het wel aan kan. Ik ben geen antivaxer. Ik ben een pro-vaxer in de zin dat ik denk dat het goed is voor mensen waarvan ik denk dat ze risico, extra risico lopen, dat het wijze is dat ze zich laten vaccineren. Ik heb nog 1 vraag voor Dr. Codington. Moeten mensen, er zijn bedrijven die bedreigen, en ook overheidsinstanties die bedreigen met ontslag, met geen salaris betalen, als men zich niet laat vaccineren. Er is dus sprake van vaccinatiedwang, dan wel indirecte dwang. Wat is uw mening daarover? Nou, ik ben heel pertinent tegen dwang. Zeker als het gaat om COVID. Ik vind dat je mensen moet informeren. En aan de hand van de informatie die je geeft, moet je het aan hen overlaten wat ze ermee doen. En als iemand zegt van, nou, oké, ik ben geïnformeerd, maar ik wil het niet doen, nou, dan heb ik er vrede mee. En als iemand zegt van, ik heb mensen gehad die naar me geluisterd hadden, nadat ik niet, omdat ik ze heb proberen te overtuigen. Ik heb uitgelegd, net zoals u me de vraag stelt van, bent u gevaccineerd? En ik heb gezegd ja, maar ze wilden weten waarom. Heb ik ze ook uitgelegd waarom. En nadien zeiden ze, nadat ik naar je geluisterd had, dacht ik van, oké, dan ga ik het ook laten doen. Maar ik zeg ook aan mensen bijvoorbeeld, het is, ik sta bijvoorbeeld niet te trappelen om kinderen van 11 en 12 jaar, toch? Om te zeggen, nu hebben we het van 12 tot 18 en straks gaan we ook kinderen van 2 en 3 en 4 jaar. De cijfers zijn daar, dat die kinderen niet overlijden. Dus waarom gaan we iets wat het lichaam onder natuurlijke omstandigheden ook al doet, is jou leren om te gaan met iets wat vreemd is van buiten. Het virus is vreemd. Het lichaam leert en heeft een mechanisme om daarmee om te gaan. En als we weten dat die kinderen toch niet doodgaan en niet ernstig ziek zijn, en ook niet tot
last zijn van het gezondheidssysteem, dan zou ik zeggen van, ik zou daar geen propaganda voor maken. Dus een dwang, men moet eerst nagaan of men wel op de juiste manier die informatie brengt. Want ik zie dus ook dat een heleboel informatiebrengers eigenlijk de kennis rondom het virus en wat de impact is, dat ze dat schromelijk soms overdrijven of niet goed weten wat het virus eigenlijk inhoudt. We weten amper hoe, in de Surinaamse setting bijvoorbeeld, hoe worden de meeste mensen besmet? Nou, de meeste mensen worden besmet in huis, dus gezinnen worden besmet. En dan kom ik terug op die vraag die u wel stelde van, ja, maar als je dan allerlei lockdowns hebt geïntroduceerd, waarbij je die mensen dus allemaal dwingt om in huis te blijven met elkaar, heb je dan daarmee ook niet de kans vergroot dat mensen daardoor elkaar zijn gaan besmetten en dat het daardoor ernstiger is geworden. Dus geef mensen die informatie, leg ze uit wat ze moeten doen. Ga mensen misschien uitleggen hoe ze voortaan moeten bouwen. Toch zodanig dat ze altijd bijvoorbeeld een kamer gereed moeten houden als er iemand is die ziek is in huis. En dat hun toiletten ook goede ramen moeten hebben. Maar dat mis ik. Toch? Dus men is meer met elkaar bezig dan dat men kijkt hoe het virus op een efficiënte manier geëlimineerd kan worden. Maar dat zeg ik dus als gewoon vakspecialist. Ja, ja. Ik wil een vraag stellen, omdat u me had uitgelegd waarom komt het dus dat kinderen minder geïnfecteerd worden, besmet worden dan volwassenen. En u maakte nog die opmerking dat het virus heeft een goede weerstand nodig. U had me dat uitgelegd. Nee, dus het virus kan alleen maar zijn werk doen als je dus beschikt over een goed afweersysteem. Toch? Want als je geen afweer hebt, kinderen bijvoorbeeld, die hebben eigenlijk nog geen goed ontwikkelde immuniteit. Want ze moeten nog leren hoe ze antistoffen maken tegen alles wat om hen heen zit. Toch? Stof wat in je huis is, daar zitten de bacteriën in. En die kinderen leren hoe ze worden misschien één dagje half ziek. En de volgende keer worden ze tegen diezelfde stof meten en stofdeeltjes, ontwikkelen ze geen enkele reactie. Dus dat is wat God ons heeft gegeven als afweersysteem. Nou, mensen die al jaren geleefd hebben, 60, 50, 60 jaar zijn, die hebben eigenlijk per definitie over het algemeen altijd een goed, goed afweersysteem. Er is maar een klein gedeelte van de mensen die een slecht afweersysteem heeft. Dus die hele reclame rond van je moet werken aan je immuunsysteem, werken, vind ik persoonlijk nonsens. Toch? Het virus maakt gebruik van je afweer die je natuurlijk al hebt, maar wanneer je dus nu ouder wordt en kinderen hebben vaak geen hoge bloeddruk. Toch? Dus daarom zie je dat bij de kinderen niet zo aangaat. Kinderen hebben over het algemeen geen suikerziekte. Je hebt wel een paar kinderen die geboren worden. En die moet je wel in de gaten houden. Dus dat zijn kinderen at risk weer. Kinderen zijn tot nu toe zijn de meeste niet met overgewicht. Dat zal over een aantal jaren misschien veranderen. Mensen worden steeds dikker. Als je naar de kinderen kijkt en je gaat naar de lagere scholen. Maar als je weet dat het virus van dit soort dingen houdt, dan ga je ook zorgen dat je voor die kinderen gymles op school hebt. Ga zorgen dat je met die ouders praat en zegt, hey, die kinderen moeten minder suiker gebruiken. En als we dat doen, dan hebben we misschien niet eens een vaccin nodig. Want dan ontwikkelen die kinderen al, dan zorgen we dat er iets duurzaams ontwikkeld wordt. Maar we laten dat. We streven niet naar duurzame interacties of remedieën. Maar we willen blijven, ik ga het grof zeggen, we willen blijven vreten. We willen ongezond blijven doen. Als u kijkt naar al die fastfoods die er nu zijn, die aan huis, ook tijdens COVID-tijd wordt het gewoon aan huis voor je geleverd, want dat ging nog wel door. Nou, dat zijn voor mij dingen waar we out of the box moeten gaan denken. Toch? Mensen die zich willen inzetten voor wat moeten we doen, laat ze dit soort dingen gaan beseffen. En zeggen, laten we ook gaan protesteren
als het gaat om fastfood. En niet zeggen, ja, het is de keuze van de mensen. Toch? Want we zien wat er gebeurt. Die mensen gaan ook trekken aan ons gezondheidssysteem. En daar, en op dat vlak wil ik me bewegen. Nagaan, wat zijn de risicofactoren die maken dat een pandemie kan worden. Natuurlijk ga je zien dat wanneer mensen helemaal niet te eten hebben, dus dat is wel een extreme, toch? En niet eens fastfood kunnen eten, ja, dan kan het ook dan gaan toeslaan. Maar dat betekent dat er al een algehele malaise is, dat het niet eens een manier is of het COVID zou zijn. Maar gewoon een griep velt al die mensen ook en maakt die mensen ook dood. Oké, ik wil u bedanken voor het interview. Het is lang geworden vandaag, maar het is heel leerrijk geweest. Hartelijk dank. Ja, we gaan weg. Ja. Ja, we gaan, dames en heren, dat was het voor deze keer. Het is een hele lange uitzending geworden. We hebben dus twee interviews gehad en ik had aan het begin verteld over zout en waarom, wat de voor- en nadelen zijn van zoutgebruik. Dat was het voor deze keer, dames en heren. Tot de volgende week. Doei! Gezondheid, uw keuze. Elke zondagmiddag om 5 uur op FM Gold. Tips voor een gezonde levensstijl en voeding. Gepresenteerd door de voedseltechnoloog Ricky Stuttgart, Master of Science. Zondagmiddag 5 uur, gezondheid, uw keuze. Op FM Gold.